Hoi, super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb weer een stash video voor jullie. Ik ga mijn wenkbrauw stash laten zien aan jullie. Oftewel gewoon mijn spulletjes voor mijn wenkbrauwen. Ik laat zowel producten zien die ik nog wil gaan reviewen als producten die in mijn standaardmandje zitten. Dus als je benieuwd bent naar welke producten ik gebruik voor mijn wenkbrauwen, kijk dan zeker eventjes gezellig mee. Dit zijn de spulletjes. Ik ga nu eerst even de spulletjes laten zien die ik nog wil gaan reviewen. Dat is deze eyebrow gel van Essence, Color and Shape. Het is alleen heel erg jammer, want deze is dus al geswatcht in de winkel. Dus ja, dat is altijd wel eventjes een dingetje waar je gewoon goed op moet letten. Ik laat het dopje vallen. Dus die. Dan heb ik de Long Lasting Brow Definer van Catrice. Even kijken, in de kleur 030 Chocolate Brownie. En dit is eigenlijk een pennetje met een heel dun kwastje zit erop. Als je goed kijkt. Dan heb ik nog een Fixing Brow Wax van Catrice. Deze heeft de kleur Nothing Else Matters. En dit is dus gewoon zo'n wax die je omhoog kunt draaien. En het laatste product wat nog in mijn reviewbak lag voor wenkbrauwen was de Brow Lifter en Highlighter van Catrice. En dan is dit de highlighter, denk ik. Ik denk dat dit de highlighter is en die andere is dan de lifter. Ben ik wel heel benieuwd naar. Dan heb ik een product wat in mijn dagelijkse stashbakje zit en dat is deze poeder. En dit is een vrij donkerbruine poeder. Is ook de kleur dark brown. Deze heb ik echt een aantal jaar geleden bij de Kruidvat gekocht. Toen waren wenkbrauwproducten nog niet echt zo bekend bij merken zoals Essence of Catrice. En deze was toen gewoon eens in de aanbieding. En toen heb ik deze een keer gekocht. Maar die is al lang niet meer te koop. Maar ja, hij doet het nog steeds. En hij is ook nog steeds niet op. Dus kun je nagaan hoe lang je hiermee doet. Dan heb ik twee producten wat niet in dit bakje ligt, waar dus eigenlijk alle spullen in zitten. En dat is dit How to Make Brows Wow paletje van Essence. En dit is een paletje met ja, producten voor de wenkbrauwen. Hier zitten van die kaartjes, die heb je misschien wel vaker gezien. Er zit een klein pincetje bij en een applicatortje en drie kleuren poeder en dan heb je een highlighter. Dus dit is eigenlijk wel een heel erg handig dingetje. Ik laat het plasticje er meestal voor zitten, zodat het niet zo gaat knoeien. Zoals je kunt zien heb ik vooral de eerste kleur gebruikt. Want die past goed bij mijn wenkbrauwen. Dat is ook Love Blondes. Die andere is Love Mal en Love Brunette. Dus dit is wel een paletje voor echt verschillende kleuren wenkbrauwen. En het W7 Brow Parlour paletten zit ook niet in het bakje. En dit is ook een wenkbrauwproduct. Hier zit een wax in, een highlighter en twee kleuren dan poeder. En ook een klein pincetje en een ja, borsteltje, applicatortje. Ook wel een heel fijn setje. De wax vind ik zelf niet zo fijn, maar de rest van de producten zeker wel. Dan is het tijd voor dit mandje. Het mandje komt van de Action en hier bewaar ik eigenlijk de producten in die er gewoon in kunnen. Dus ik ga het er ook gewoon een beetje random uithalen. Bovenop ligt een highlighter pen. Deze is uit de Wake Up Spring collectie van Essence. En ja, deze kun je heel fijn gewoon je wenkbrauwen mee highlighten. Vooral het wenkbrauwpot. Dit potlood heet My Sweet Spring Melody. Dan ligt er een paletje in van de Action Max & More. Dit is de light versie. Je had hem in verschillende kleuren, moet ik zeggen. Heel fijn paletje wel. De kleuren zijn echt wel heel erg mooi. Was er best wel goed, als je de goede kleur kiest, past die goed bij je wenkbrauwen. Er zitten ook weer twee applicatortjes bij. Ik gebruik die persoonlijk nooit, maar het is echt een heel fijn low budget setje. Dan heb ik een eyebrow filler van Catrice. Dit is een shaping gel. Even kijken of er nog een kleur op staat.
kan het niet terugvinden. Mocht ik het nog vinden, zet ik het even onder in de video. En dit is gewoon eigenlijk zo'n soort mascara borsteltje met kleur. En dit is wel een heel fijn product, moet ik zeggen. Ik ben hier wel heel erg fan van. Dan heb ik een wenkbrauwpotloodje van de HEMA. Oh, de kleur is er helemaal af. Hij is gewoon helemaal wit. Kijk dit dan. Dat is toch... Nou, dat is wel heel raar. Nou ja, in ieder geval, hij heeft de kleur 01. Er zit een klein borsteltje aan de zijkant, maar ik vrees dat ik niet hier heel veel nog aan ga hebben. Misschien dat de kleur nog terugkomt, als ik er een beetje mee ga swatchen, maar dat durf ik dus niet te zeggen. Dan heb ik een Big Bright Eyes Highlighter in Nudes. Dit is de kleur 01 Highlighted Nudes. En dit is zo'n highlighter pen van Essence. Volgens mij is die al uit het assortiment. Dan dit wenkbrauwpaletje van Essence. Ik heb de 02 Natural Blonde Style. Ik moet zeggen dat het niet zo heel erg handig in elkaar zit. Want kijk, je moet het er zo uithalen. Hier al in dit papiertje zitten drie schablonen. En dan heb je hier zo dus... Oh, blijft dus in de poeder. Het is niet zo heel erg handig gedaan. Dus verpakking had op zich wel beter gekund. Maar ja, je hebt dan wel die... penseeltjes erbij. Stenceltjes. Dus op zich is dat wel leuk. Dan heb ik dit eyebrow setje van Catrice. Deze is heel bekend bij de meeste YouTubers en bloggers. Twee mooie kleuren en hier aan de zijkant een heel handig plaatje met een penseeltje en een... waar kom ik nou niet op? Een pincetje. Dat is wel heel handig gedaan. Zit wel weer iets beter in elkaar dan die van Essence dan. Dan heb ik een eyebrow lifter van Catrice. Deze is helaas ook niet meer te koop. Het zijn wel hele fijne producten voor je wenkbrauwen, moet ik zeggen. Dan de Brow Drama Sculpting Brow Mascara van Maybelline in de kleur Dark Brown. Heeft ook zo'n heel erg handig borsteltje met een bolletje eraan. Werkt wel heel erg fijn, moet ik zeggen. Dan heb ik een eyebrow kit van de HEMA. En eigenlijk had ik deze als een soort backup gekocht. Voor als mijn poedertje deze op zou gaan. Maar die is dus nog steeds niet op. Hier zit ook zo'n laadje aan de zijkant met toeltjes. Ik leg een kwastje in. Een alarmje zit hier. En hier zit ook nog... Kijk, penseeltjes, stenceltjes, die zitten hier ook in het dekseltje. Dit is kleur nummer 2, taupe. Dan de eyebrow designer van Essence in de kleur 04 blond. Met een klein borsteltje aan de zijkant. Dan heb ik hier een potlood van Max & More van de Action. Ook een wenkbrauw potlood. Hij is niet zo scherp, moet ik zeggen. Zit wel een borsteltje aan, moet ik zeggen. Er staat overigens geen kleur op. Maar ik geloof dat dit ook iets van bruin is of zo. Dan heb ik de Eyebrow Stylist van Catrice. Met dit handige borsteltje aan de zijkant. En natuurlijk... potlood zelf, ook een hele fijne. Dit is de kleur 3 Brown Eyed Peace. Dan deze Lash and Brow Gel Mascara van Essence. Ook zo'n mascara, maar deze heeft gewoon een doorzichtige kleur. Dan heb ik nog een Make Me Brow Eyebrow Gel Mascara in de kleur Brownie Brows. Die voor blonde wenkbrauw was te licht voor mij. Kijk eens wat een schattig klein borsteltje. Super cute. Dan heb ik nog een Lash Brow Designer van Catrice. Dat is ook zo'n gel, ook zo'n doorzichtige. Lijkt een beetje op Essence.
Een instant eye brightener. Ja, is ook vooral om je ogen op te lichten. Deze hoort eigenlijk niet echt bij de wenkbrauwen. Want ja, deze is vooral heel fijn voor onder je ogen. Maar ja, die is toch hier in balans. Die ga ik maar even op een andere plek leggen. Het laatste product wat erin zit, dat is deze Fashion Professional Eyebrow Lifter. Hier zit dus zo'n liftgedeelte voor het wenkbrauwbod. En dan hier de kleur. Dit is ook dark. Echt een heel fijn potlood vind ik dit. Ja, en er zit nog een klein puntenslijpertje in. En dat was het. Dan was dit de video met mijn wenkbrauwproducten. Het viel eigenlijk best wel mee, moet ik heel eerlijk zeggen. Als ik dan sommige pakken zie, dan heb ik heel veel producten. En dan valt het bij dit eigenlijk nog best wel mee. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Als je nou van de producten waar ik die ik eerst liet zien om nog te reviewen, snel een review wilt zien, laat het dan vooral even weten bij de comments. En als je deze video leuk vond, doe even een duimpje omhoog. Voor nu wil ik je bedanken voor het kijken. En als je op de hoogte wilt blijven van mijn nieuwste video's, kun je natuurlijk altijd gratis abonneren. En dan zou ik zeggen, ik zie jullie snel weer.